hier rijden trams en die trams die rijden langs geparkeerde auto's. Als daar ook een fietser naast fietst, dan wordt hij eigenlijk ingeklemd daartussen. En dat zorgt voor een, ja, voor gevaarlijke situaties voor fietsers. Dus ja, oplossingen voor mij zouden zijn is dat je dan kiest om als je de tram wil laten rijden en je wilt mensen ook laten fietsen daar, dat je daar geen parkeerplaatsen meer maakt, maar dat je iets meer ruimte hebt voor de fietsers. Je ziet dat er eigenlijk veel voor fietsers wordt gedaan in onze stad, dat er steeds meer vrijliggende fietspaden komen. En dat ook de wegen autoluwer worden, waardoor het veiliger voelt als je daar aan het fietsen bent. Maar we zijn er nog lang niet. Er zijn nog ontzettend veel plekken in onze stad die gewoon nog gevaarlijk zijn voor fietsers. Ja, ik ben ook al een keertje meegefietst hier met een schoolklas die hier altijd over moet steken, hier het plein over. En 's ochtends is die hier echt een voorbeeld van het recht van de sterkste. Dus dat zie je ook, dat de schoolklas ook als geheel, als groep gaat oversteken. Dus als enige kun je helemaal niks. Dus je kunt alleen maar oversteken als je met z'n twintigen gaat oversteken. En dat is volgens mij niet wat we moeten willen met z'n allen in de stad. Het is eigenlijk een heel mooi voorbeeld waar de gemeente een keuze heeft gemaakt. De gemeente en de bewoners een keuze heeft gemaakt. Ze hebben hier gekozen om een autovrije zone te maken, waardoor het eigenlijk voor alle overige verkeersdeelnemers veel veiliger wordt. En dat is denk ik vooral heel belangrijk als je op die gevaarlijke hotspots bent, waar we vandaag geweest zijn, dat je gaat kiezen. Zodat er gewoon meer ruimte ontstaat en veilige situaties creëert. Ja.